Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Suzanne en vandaag ga ik je een aantal vegan producten laten zien die ik tegenkwam in de supermarkt en winkels zoals de Hema en de Bijenkorf. En die zijn nieuw, of in ieder geval nieuw voor mij. En ik ga ze met je delen. Laat ik beginnen met deze soep, want daarvan heb ik een klein beetje klaargemaakt. En nu is het nog warm. Deze soep is oma's soep, rode linzen en hij is licht pittig. En ik kocht hem bij Albert Heijn. En ik vond hem wel prijzig. Hij is namelijk €3,49. Voor 500 ml vind ik dat best wel aan de prijs. Maar ik ga hem proberen. Ik proef er heel erg kokos door en dat vind ik niet zo lekker. Ik zou hem niet opnieuw kopen. Hij is zeker niet vies. Maar ik hou gewoon niet van dat zoete in soepen. Niet aan mij besteed, nee. Ja, dit is de hotdog kit van de Hema. De vegan hotdog kit. En deze is er al een tijdje. Alleen, ja, vandaag ging ik dus op pad naar de Hema. Want ik had gezien dat de Hema, de saus die erbij zit, de vegan hotdog saus, nu ook in een fles verkoopt. Maar helaas, het was niet binnengekomen. Het was er niet. Maar toen was ik toch wel heel erg benieuwd. Want als de Hema dit goed genoeg vindt om er een hele fles van te maken om het zo te verkopen, dan moet het wel een hele goede saus zijn. Ik ga een klein beetje proberen alvast. Het is inderdaad een hele lekkere saus, ja. Deze kit bevat 4 broodjes. En die moet je zelf even afbakken, 5 minuutjes in de oven. En 4 worstjes natuurlijk, 4 hotdogworstjes. En 4 van die zakjes met de saus. Dus 4 stuks en daar betaal je €5,50 voor. Ik vind het niet heel erg duur, want de stuksprijs valt echt wel heel erg mee. Ik haal even het buitenste stukje van het broodje eraf. Oeh, het worstje is lekker. En de saus ook. Oh, jullie kunnen helemaal niet zien wat ik aan het doen ben. Wacht even hoor. Er staat inderdaad groente hotdog. En dat is het ook wel. Het zit vol met groente. Stukjes groente. Echt een hotdog zou ik het niet noemen. Maar het is wel heel erg lekker hoor. Nou, deze zou ik zeker opnieuw kopen. Like it. Ik had het niet verwacht eerlijk gezegd. Ik dacht echt dat dit heel droog zou zijn of zo. Maar het is totaal niet droog. Goed gedaan, Hema. Echt lekker. Dit is de volgende. Deze kwam ik tegen bij Jumbo. Hier betaalde ik €2,29 voor, wat wel prijzig is. Het is een verpakking met 40 gram knapperig gebakken oesterzwam paddenstoel. En ik ben echt dol op oesterzwam en die bak ik regelmatig als snack. Gewoon een klein beetje olie, peper en zout. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Oké, zo ziet hij eruit. Oké, ik ga een kleintje proberen. Heel krokant. Maar ook heel bros. Ja. Jammer, wat ik niet had gezien is dat er suiker in zit, 3% en kokosnootpoeder. Dat had ik zelf dus niet gedaan. Ik hou er echt van om ze met peper en zout hartig te maken, maar niet zoet. Ik proef totaal nu niet meer de oesterzwam. Dit komt juist naar boven, vind ik, met peper en zout. En dat, die suiker en die kokos verpest het voor mij echt. Ik ga ze niet nog een keer kopen. Nee, jammer. En dan deze. Deze zag ik ook bij Jumbo. En ik vond dat de prijs heel erg meevallen voor wat het is. Dat is €1,57. Voor biologische pure chocolade met blauwe bessen. De chocola is 72%. Hoe hoger het cacao percentage, hoe beter. En er zitten 12% gedroogde blauwe bessenstukjes in. En je ziet in de doorsnede ook echt de blauwe bessen zitten. En er staat op het reepje goed nieuws. Nou ben ik wel benieuwd wat er op de rest van de reep staat. Oh, wat een mooie verpakking. Heel erg mooi gedaan dit. Wat staat er op? Goed nieuws. Met het eten van deze biologische chocolade van Jumbo steun je de cacaoboeren. Bio en fair trade. Ik ken het helemaal niet. Ik ben echt verrast. Mooi gedaan. En ook de binnenkant van de wikkel ziet er echt mooi uit. Met een verhaaltje over de chocola. En dit staat er dus op de tablet. Maar nu, hoe smaakt die? Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Ik begin bij goed. Ik ga er goed eten. Dus je proeft de blauwe bessen. Lekker. Ja, goed gekeurd. De reep is ook niet te dik. Ik hou niet zo van die hele dikke repen. Maar ook niet te dun. Perfecte doorsnede. Aanrader. Oké, dan de volgende. Hier ben ik heel benieuwd naar. Dit is namelijk No Bee Honey. No Bee Honey ziet eruit als honing, ruikt als honing en smaakt als honing. Maar is geen bij aan te pas gekomen. En ironisch genoeg heb ik deze gekocht bij de Bijenkorf. Ik moet wel gelijk zeggen, ik heb hier even over nagedacht. Ik heb hem 2 keer in mijn handen gehad. De dag ervoor en vandaag. Want hij is maar liefst €3,95. En voor een potje met 230 gram vind ik dat echt wel prijzig. Maar ik ben hier zo benieuwd naar dat ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik eet natuurlijk geen honing als veganist. Dit voelt echt als honing. Ik mis honing soms wel in mijn thee. Ik vind dat zo lekker. Het voelt als honing en het ziet er ook echt uit als honing. Knap gedaan hoor. En nu natuurlijk de grote vraag, smaakt het ook als honing? Honing heeft wel een typische geur. Ik ruik het niet. Mmm.
Het is niet echt honing. Het is niet, je proeft niet echt de honingsmaak. Maar ik vind hem zeker heel erg wel benaderen. En de structuur is echt heel goed gedaan. Ik heb hier geen spijt van. Dit is wel het geld waard. Het is een uitgave. Maar hier ga ik echt van genieten voor in mijn thee inderdaad. Oké, en dan een nieuw product van... Dus volgens mij is het nieuw van Sonnatura. Dit is een rijstwafel, maar dan met bosbes en vanillesmaak. En ik kocht het ook bij Jumbo voor €1,87. Het heeft wel een gezellig paars kleurtje. Ze breken wel heel erg hoor. Het is heel erg breekbaar. Het ruikt lekker. Dit is wel heel zoet, maar heel lekker. Ja, ik zou deze nog wel een keer kopen. Het is eigenlijk een soort Snack Jacks. Ik vind het wel prijzig voor wat het is. Het zijn gewoon rijstwafels met een smaakje. En dan deze verpakking. Die vond ik echt heel mooi. Ik heb hem gekocht bij Jumbo. En de verpakking die sprak me echt toe van neem mij mee. Een hele mooie illustratie op de voorkant. Ze noemen het zelf groentechips met bieten, erwten en kikkererwten. En ik vond vooral de ingrediëntenlijst wel goed. Want het bestaat uit kikkererwtenmeel, rijstmeel, aardappelzetmeel en groene spliterwten, zonnebloemolie, gehydrateerde bieten en zeezout. Dus geen enge nummers of geen enge stoffen. Gewoon ja, behoorlijk natuurlijk. En ik hou er wel van, dus ik ben erg benieuwd. Zo ziet het eruit. Oké, daar gaan we dan. Lekker. Expectation versus reality is ook wel goed. Dit is gewoon life size. Helemaal goed gekeurd. Prijzig, maar ja, lekker. Nou, dat was het dan alweer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het heel erg leuk om deze video te maken in ieder geval. Ik hoop je weer gauw te zien bij een volgende video. Doeg!